ik vind het echt fantastisch. Breda Nu. Je weet het meteen. Op 16 mei was er bij de Future Dome bij de Koepel een klimaatexperience voor kinderen. Met talloze workshops en informatieve lezingen werd het niet alleen een leuke, maar ook een informatieve dag. Want wat is nu belangrijk voor ons klimaat? We zijn hier omdat 1100 kinderen eigenlijk geïnformeerd worden over wat er belangrijk is in het klimaat. Maar wat ik nog eigenlijk veel mooier vind is dat zij ideeën hebben over hoe hun toekomst eruit komt te zien. En dat ze die ideeën hier ook met ons delen, zodat wij daar rekening mee kunnen houden. En hoe vindt u het hier nu? Ja, het is natuurlijk super sfeervol. Het is heel mooi om al die kinderen hier enthousiast te zien. Die heel erg goed hebben geluisterd naar de presentaties die er zijn gegeven. Onder andere van Kuipers. Ze luisteren heel erg. Ze zijn heel erg betrokken bij het onderwerp. Maar ze kunnen gelukkig in de workshops ook echt zelf aan het werk. Om na te denken over of te zeggen van wat zij voor goede ideeën hebben. Maar ook wat voor vragen ze daar hebben. Wat voor twijfels er zijn. Eigenlijk mag het er allemaal gewoon zijn om er slimmer van te worden. Zij worden er slimmer van, maar wij worden er vooral ook heel veel slimmer van. Dit evenement is tot stand gekomen uit een eerder evenement wat Klimaatstroom Zuid heet. Waarbij we met 800 bestuurders en volwassenen gezeten hebben een jaar geleden op 4 juni 2018. En toen merkten we dat eigenlijk niet alleen volwassenen belangrijk zijn, maar juist ook kinderen. En dat zien we in de rest van de afgelopen maanden ook met klimaatstakingen. De jeugd heeft de toekomst en dat heeft er eigenlijk toe geleid dat we samen met hun zo'n evenement willen organiseren. Nou Klaas, je bent hier vandaag bij de Klimaat Experience. Waarom ben je hier? Ik ben gevraagd om de dag te begeleiden, dus de sprekers aan te kondigen, als er vragen zijn, dat een beetje te sturen. Dat heb ik vandaag gedaan. En bevalt het een beetje? Ja, ik vind het echt fantastisch. Ik bedoel, we zijn hier met heel veel gasten bij elkaar. Heel veel kinderen die ook al eerder hebben aangegeven, we maken ons druk over het klimaat. Dat kom ik ook meer tegen in mijn werk. Maar je merkt soms ook dat het best lastig uit te leggen is van, ja, maar wat is er nou precies aan de hand? Wat moeten we er dan aan doen? En we hadden vandaag twee hele goede sprekers die daar heel goed over konden vertellen in het programma waar ik dan bij was. Hè. Er zijn ook workshops en allerlei andere dingen die er gebeurden. Maar bijvoorbeeld André Kuipers die vertelt van, ja, vanuit de ruimte keek ik naar de aarde en ik realiseerde me, eigenlijk is het gewoon een ruimteschip. En zijn wij met z'n allen ruimtevaarders. En we hebben maar één zo'n ding. We hebben een workshop gedaan. Moesten we een tekening maken voor het water. En we hebben hier net geluncht en we hebben van André Kuipers en nog iemand anders. En Klaas hebben allemaal gezien en dat was heel gezellig. Wat is het leukste wat jij hebt gedaan vandaag? En waterproefjes doen. Waterproefjes. Ja, waterachtbanen. En ben je er zelf ook een beetje bewust mee bezig met het klimaat? Ja, al een aantal jaar eigenlijk. Dat komt omdat ik ooit bij mijn werk terecht kwam in Zap Your Planet. Waarin we de afgelopen jaren bijvoorbeeld actie hebben gevoerd voor het redden van diersoorten die met uitsterven bedreigd werden, om wat voor reden dan ook. Dit jaar voeren we actie iets te doen aan het klimaat. En dat begint dan al bij jezelf. Met de zogenaamde power check die je dan in een app kan doen. Dus ja, daardoor ben ik zelf ook best wel na gaan denken over van, hoe pak ik het zelf aan? Wat vind ik er eigenlijk van? Hoe zit het eigenlijk precies? Want daar moet het eigenlijk beginnen. Dat je eerst weet, hoe zit het nou? En dan kan je wat doen. En net zag ik u ook op het podium staan met een wensboom. Kunt u dat uitleggen, wat daar aan de hand was? Door die wensboom te geven aan de school, dat die op de schoolplein komt te staan, vergroent het schoolplein. Dat is natuurlijk sowieso fijn, want dat helpt in het klimaat. Maar het geeft ook de uitnodiging om, hang jaar je wens in, zodat we er ook heel goed naar kunnen luisteren. Breda Nu. Je weet het meteen.